tot 78 bracht hij tijdens Maldegem Kermis het afgelopen jaar op groot scherm. Voor de 11 juli viering bracht hij gisteravond in Zaal de Gilde de film Maldegem 1977. De rode draad van de film. De kleine mensjes van toen zijn de jonge ouders van nu. En zo trok Noël Rieheul van 68 tot 78 rond met zijn Super 8 camera in zijn gemeente Maldegem. Sinds eind jaren 70 gebruikte Rieheul een andere formule, want het volk bleef aan zijn tv-toestel gekluisterd. Het zijn nu films rond bepaalde thema's, zoals de nieuwste film We zijn een volk van stoetjes, te zien tijdens Maldegem Kermis in september. Voor de kinderen en de kleinsten een zich door elkaar wervelende droomwereld en realiteit. Voor ons een allang vervlogen illusie. Rieheul droomt er nu van zijn films professioneel te laten overzetten op video. Zo kan hij makkelijker kopies maken en vertoningen geven. Maar hij zelf blijft op Super 8 filmen.